dood misschien. Het is ongelooflijk. Het is allemaal zo, ja, zo mysterieus. Inderdaad, alsof hij die kinderen echt probeert te verstoppen. Volgens mij heeft hem door dat ze... Ja, ik mag ze dus niet zeggen eigenlijk. Ik weet wat je bedoelt. Ze lijken ook wel heel erg op hem. Nee. Dat haar en dat te kleine gezicht op het veel te grote hoofd. En het ergste van al, die hazenlip dan. Ja, maar ja, hij kan er ook niks aan doen, hè. Hij heeft zichzelf ook niet gemaakt. Maar het geluk dat hij dat verwijderd heeft, dat was pas lelijk, zeg. Dat is waar, ja. Ik hou van die drie jongetjes. Zo helemaal alleen opgroeien zonder moeder. Voor dokter Hoppe zal dat ook al niet. Ik ben al een keer binnen geweest bij dokter Hoppe. Het ziet er altijd spik en span uit. Hij zal heus wel weten wat hij doet. Maar hoe en verschoont hij de baby's wel vaak genoeg? En zijn die keertjes wel proper? En proeft hij wel op de naam? Dames, daar weet ik helemaal niks van. Dat zijn toch geen mannenzaken? Dat bedoelen we net. Volgens mij heeft dokter Hoppe echt dringend hulp nodig. Hulp zoals een oppas. Maar ja, wie wil niet passen op die lelijke kinderen? Ja, ik wou het haar vertellen. Maar ik wist niet hoe. Ja, ze is een non. Maar, ja, ze wist het zelf al. Ik denk dat dit een ontsnappingspoging was. Ik ben de hoofdman. Ik ben dus de baas van het klooster. Van het uitstekende klooster. Maar buiten dat ben ik ook degene die de was doet. En ik begon met haar ondergoed na te kijken. Maar niks te bespeuren. Gewoon helemaal niks. Geen druppeltje bloed. Volledig niks. En ik begon zo'n dingen te noteren op de kalender. En haar hand, die begon ik ook steeds meer en meer in de gaten te houden. Ze zei dat ze buikpijn had, maar hoe vaak haar hand over haar buik is gegaan, dat is dus niet meer van de buikpijn. Dat kan gewoon niet. Het is een regelrechte schande voor dit klooster. Een schande en een hoer, dat is wat ze is. En God, God die straft meteen. En dit keer was de straf abortus zonder pardon. Ik moet wel zeggen, ik was wel geschrokken van de foetus. Ik had nooit gedacht dat 4 maanden te laat zou zijn om een abortus te plegen. Ik wou er gewoon echt weg. En dit was mijn kans. Dus toen ze wat in de gaten kregen, heb ik direct een afspraak gemaakt bij dokter Hoppe. Maar eigenlijk wist ik het al. Ik voelde het. En het was ook niet echt bepaald een ongelukje. Dit was mijn uitweg. Weg uit het klooster. Maar toch moest ik terug en het was de grootste fout van mijn leven. Een naald had ze gebruikt. Een naald, kun je zoiets geloven? Ze bonden me vast en namen het kind weg. Ik was een schande voor het klooster. Ik gaf ze zogezegd een slechte naam. Een kind is een godsgeschenk. Hoe kan een mens een godsgeschenk weigeren en dan ook nog vermoorden? Ik snap het niet. We zijn nooit geboren geweest. Misschien maar goed ook. Zoals je kan zien, zijn we aan elkaar verbonden. En dan bedoel ik als met één ruggengraat. Eigenlijk zijn we niet meer dan een ander uit de hand gelopen experiment van dokter Hoppe. Dokter Hoppe, wij zouden graag een kind willen van ons beiden. Maar er is ons altijd gezegd geweest dat het onmogelijk is. Vooral omdat we beide zwanger zouden willen zijn. Niets is onmogelijk. Soms is het gewoon moeilijk. Ik weet waarvoor jullie zijn gekomen. Jullie zijn gekomen om mij te verraden. Jullie gaan zelfs hier in een grote groep staan. En gaan mij opsluiten. Jullie begrijpen mij niet. Jullie geloven mij niet. Jullie begrijpen mijn opdracht niet. Want ik heb een opdracht gekregen. En als jullie mij gaan opsluiten, kan ik die opdracht niet vervullen. Ja, jullie gaan mij verraden. Maar... wie degene die mij gaat verraden? Degene die mij gaat verraden, die gaat nooit geboren willen worden. Degene die mij gaat verraden, die gaat hangen. Hangen. Hoort je mij? Ik ga mijn opdracht vervullen. En niemand gaat me daar tegenhouden. U gelooft mij niet. Jullie geloven me nog steeds niet. Geloof je het echt niet? Wilt je het voelen? Wilt je het zien?
Ik word weer al gestraft voor mijn goede daden. Die god die opnieuw straft, die o zo kwade god. Ik ken het helemaal niet. Zeg, heb je dat gehoord? Of gezien misschien? Maite! Lieve Maite Zwart. Zeg, nee. Maite in de badkamer. Ze schaamt zich. Je zit er juist op tijd. Bij, juist niet te vroeg hier. Ik kan anders wel een keer nog geen kleren aan. Dat willen de mensen niet aan doen, hè, Maite? Jij pot. Ga je vinger vijven? Zo, man, mag je nog? Also. Had je dat gisteren ook niet aan? Ze geloven mij niet. Hoe doen we dat? Nee, paniekerig. Of bozer. Paniekerig en boos, kan ook. Hoe doen we dat?